Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jari en ik ben jullie feeder ranger voor vandaag. Zoals jullie waarschijnlijk weten, mag ik vandaag mijn proefvlog opnemen. Om dus te kijken of ik de nieuwe feeder ranger ben geworden hier in Burgers' Zoo. En ik heb vandaag een belangrijke vraag voor een dierenverzorger. Maar daarvoor moeten we de gorilla's eerst mee naar buiten zien te krijgen. Want binnen is ook maar binnen. Dus laten we gaan. We staan nu beneden en ik heb hier afgesproken met... Lisa. Lisa, wat gaan we vandaag doen? We gaan eerst proberen om de gorilla's naar buiten te krijgen. Dus daarvoor moeten we eerst het veld gaan controleren. Top. En hoe gaan we dat doen? We gaan eten meenemen en we gaan stro meten. Top. En dan gaan we naar buiten toe. En voordat we beginnen gaan we eerst handschoenen aandoen. Top. Gaan we dat doen. Top. De handschoenen zitten. We kunnen gaan. Hoe lang ben je al dierenverzorger, Lisa, van de gorilla's? Ik werk ondertussen bijna 6 à 7 jaar hier bij Burgers. Oké. Oh, dat is best wel lang inderdaad. Dus dan weet je vast veel over de gorilla's. Ik weet aardig wat over de gorilla's. Je kan altijd meer leren. Ja, dat is zeker waar. En doe je naast de gorilla's ook nog andere dieren die je hier verzorgt? Ik ben een dierverzorger van Rimba mensenapen. Oh ja? Dus dan is niet alleen de mensenapen, maar ook de heel Rimba en dan de roofdieren die erbij horen. Ja, ja, ja. Die verzorg ik ook. Oké, dat is wel een diverse groep aan dieren natuurlijk. Zeker, en dat is juist het leukste eraan. Ja, dat geloof ik. En wat is nou het grootste verschil tussen een chimpansee en een gorilla? Ze hebben meerdere verschillen natuurlijk. De eerste is, gorilla's zijn eigenlijk de grootste en de sterkste apensoort. Ja. Van alle apen. Ja. Daarnaast zijn ze een stuk rustiger dan chimpansees. Oké. Okay. Ook hun leefwijze is anders. Een gorilla leeft in een harem, dus oftewel heeft één volwassen man. Met vrouwen en jongen. Terwijl een chimpengroep een kolonie is. Oh ja. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk meerdere mannen en meerdere vrouwen bij elkaar zitten. En dat je een echt sprake van een rangorde tussen een alfaman die dus de boel leidt. Oh ja, ja. Zit de deur goed dicht bij de gorilla's? De gorilla's zitten goed dicht. Oké, okay, gelukkig. Nou, je hebt hier twee kratten met voor. Ja? Ik zou zeggen... Die gaan we strooien. We hebben een heel verblijf en je mag het overal neerleggen, gooien, maakt allemaal verstoppen niet uit. Wat je wil. Doen wat ik wil. Oké, okay. Geweldig. En hier zie ik dat het water bijvoorbeeld gewoon redelijk dicht gewoon in het verblijf zit. En kunnen de gorilla's daar niet uit of zit daar nog een hek als ik het goed zie? Gorilla's die houden totaal niet van water. Oh, oké. Okay. Daarom gaat het dadelijk ook moeilijk worden om ze naar buiten te kunnen krijgen. Ja, oké. Ze gaan ook niet zwemmen of afkoelen met warm weer. Nee. Soms gebeurt het wel eens dat er wat lekkers in het water komt. Ja, ja, en dan ja. Zie je ze echt of met een tak of gewoon echt met een vingertje proberen ze het eruit te vissen. Die zullen nooit het water in gaan, die dieren. Nee. Maar daarnaast hebben we wel een stroomdraad zitten van mocht het ooit komen, ja. Dan worden ze nog tegengehouden. Oh ja, 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 ja. Dat moet wel tegengehouden inderdaad. Ze gaan het water niet in. Nee. We hebben zojuist het voer klaargelegd en Lisa gaat nu de schuifdeur openen. En dan kunnen we straks kijken waar de gorilla's naartoe gaan om te eten. Dus laten we gaan. En ja hoor. Kijk, de eerste komt daar al aangelopen. Ja, nu zijn we natuurlijk benieuwd. Want we hebben over het hele veld eten verspreid. En ja, waar gaan die gorilla's daar naartoe? Gaan ze naar een hoopje waar we al het voedsel hebben neergelegd? Of gaan ze juist nou voedsel verzamelen en daarna ergens op een rustig plekje hun eten opeten? Hij heeft de tomaten in ieder geval wel in zijn mond. Nou, wat ik dus ook net zag, ik heb dus al de hele tijd die handschoenen aan. En dat ziet er natuurlijk eigenlijk super stom uit. Dus die ga ik eventjes uitdoen. Want het zit eigenlijk ook niet heel lekker met dit natte vochtige weer. Het begint helemaal een beetje te kleven. Lisa, ik heb een enorm brandende vraag. Vraag maar. Kijk, iedereen die kent natuurlijk King Kong. Jullie waarschijnlijk ook. Als ik aan King Kong denk, dan denk ik aan een enorm grote gorilla. Die met beide vuisten op zijn borst slaat. Ja. Binnen in de stad. Ja, hoe zit dat nou? Waarom doet een gorilla dat? Een gorilla doet dat om meerdere redenen. Eigenlijk elk gorilla doet het. Ja. Maakt niks uit als het een man is, een vrouw, een jong. Elk okay. Gorilla doet het. Het is een uitnodiging om met elkaar te spelen. Ja. Het is een imponeer.
Dat ze laten zien van kijk mij nou, om eigenlijk andere gorilla's af te laten schrikken. Oké, dus... Het heeft meerdere betekenissen. Ja, inderdaad. En hoe doen gorilla's dat dan? Met welke techniek slaan ze dan op de borst? Ze maken eigenlijk een soort kommetje van hun handen. Ja. En daarmee roffelen op hun borst. Oké. En doordat er ruimte tussen de borst en de hand komt, dat zorgt voor trillingen en dat maakt dus het geluid. En aangezien gorilla mannen groter zijn dan vrouwen, hebben ze ook grotere handen, klinkt het ook gelijk een stuk harder dan als een vrouw dat doet. Oké. Misschien dat we het één keertje even kunnen voordoen. Zo sla je dus als een echte gorilla op de borst. Lisa, ik wil jou bedanken voor alle informatie die je ons hebt kunnen geven over het borstgeroffel van de gorilla. En zit jij nou thuis en denk je van, hé, ik wil graag een spelletje spelen, maar diegene is niet zo geïnteresseerd. Probeer dan een kommetje te maken en op je borst te slaan. En misschien dat diegene dan wat meer overtuigd is. Nou, ik hoop jullie snel weer te zien. En tot ziens!